Ik is uitgenodigd van zoiets van een buurtcentrum zou er geopend worden in de Helmstraat, helemaal nieuw. Ik kreeg dus een bericht dat ik daar op moest treden. Er stond op, Surinaamse zanger, Sterman. Dan ben ik één, geen Surinamer. En dus dat halen die mensen zomaar, omdat je toevallig die huidskleur hebt. Dan ben je natuurlijk wel iemand van een zeker volk. En dan maken zij wel uit van welk volk zij denken dat het is. De eerste muzikale bijdrage wordt geleverd door Martin Sterman. Die zit hiervoor, een hele oude Oud-West-bewoner, geboren en getogen. Hij gaat voor ons op gitaar of de ukulele, even beide, dat weet ik niet, gaat hij een aantal nummers ten gehoor brengen. Ik vraag een applaus voor Martin Sterman. Ik begin met spelen en het blijft doorkletsen. Of er helemaal niks, of geen mens aan het zingen was eigenlijk. Bla 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 bla, bla 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 bla. Die zitten gewoon hun dagelijkse marktverhaaltjes te vertellen. Don't you know I'm a fool? Dus wat deed jij? Nou, dus stop gewoon met spelen. Before I begin, 'cause I've got you, baby, I'm asking. Dus ik zeg niets meer en ik stop gewoon met spelen en ik ga weg. Dat is gewoon mijn gewoonte, als mensen zo reageren, dan ga je gewoon weg. Dan laat je ze maar in de sop klaarsmeuren. Bla 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 bla. En toen kwam er na mij, had ze die hoots, ja, en rabatapa. Oh, nou dat was mooi zeg. Nou toen was het hele volk was aan het hossen. 1, 2, 3. Maak het een beetje gezellig, lieve mensen. Ook al valt dat vaak niet mee. Ga eens een keertje, leef dan met z'n twee. Wat voor publiek wil jij dan hebben? Zoals vroeger, Hamdorf Laren. Gewoon mensen die een beetje gereisd hebben en weten wat er al zo in de wereld gaande is. Die niet alleen maar de Jordaan kennen, een of andere Achterhoek of wat dan ook. Mensen die gewend zijn aan verschillende culturen, verschillende muziek. Zelf een behoorlijke educatie hebben gehad. Maak het een beetje gezellig, lieve mensen. Ik bedoel, het orkest begon te spelen en heb je in toen de tijd, de pianist maakte zo'n 4 maat introductie en dan stond iedereen al op de dansvloer. Nou ja, Hawkins die speelde zo mooi dat ze kon er geen voet meer verzetten en luisterde alleen maar, want die muziek die die man speelt uit zijn saxofoon is ongelooflijk, het is fluweel gewoon. Het was
mooie jazz. En daar luisterden de mensen gewoon naar. Luisterden. En blijven niet stomweg door babbelen enzovoort. En hebben maling niet alleen aan de artiest, maar aan hun medemensen ook. Want die zitten uiteindelijk het grootste gedeelte luisteren. En je hebt altijd zo'n klein kliekje wat dan bla 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 blijft spreken. En dat heb ik een keer gedaan op het Rembrandtsplein. Was er een tafel die zat op een ongegeneerde manier weer. Bla 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 bla. Heb ik mijn microfoon vlak voor hun tafel neergezet. Ik zeg, babbel nou maar. En toen was het afgelopen. Ik ben geboren in Amsterdam, 1916, in de Frederikstraat. Het is een zijstraat van de Overtoom. Zie je, het loopt dood, hè? Dan kom je het Vondelpark, dat vlak voor ons ligt. Nou, hier ben ik geboren, nummer 13. Kijk, dat is hier dus. Op de tweede verdieping woonden wij. En daar zat mijn vader. Mijn vader zat trombone te spelen. Maar dan moest het raam open en er kwam steeds die trombone, die schuift, die, weet je, die horen, die kwam eruit, die kwam weer eruit. Mijn vader was Curaçaonaar. Zwarte Curaçaonaar. En mijn moeder was blanke Nederlandse. Wat deed je vader? Hofmeester was hij, aan de Koninklijke Lloyd. Wat hield het in? Hofmeester. Je kunt het vergelijken met een chef in een groot restaurant, waar bediend wordt. Ja, daar dirigeert hij zijn bediendes. Op dat schip? Ja. Hij was goed opgevoed door de familie in de Antillen, waar hij vandaan kwam. Daar was hij naar een seminarium gestuurd. En dat betekent dus dat hij ook allerlei talen had geleerd. Hij probeerde zich altijd zo clean mogelijk te kleden. Hij zou nooit geen grote woorden zeggen. En slaan was er helemaal niet bij. En je moeder? Die was thuis. Die deed thuis. Er waren uiteindelijk 5 kinderen. Mijn oudste broer is Guus, August. Een broer die ongeveer, denk ik, 5 à 6 jaar ouder was als ik. Dan had ik een broer Otto. Bekend als toonkunst, verhaaltjes vertellen op de televisie. Die was 3 jaar ouder als ik. Nou, dan kom ik als derde. En als vierde, die is 6 jaar later geboren. Johan, Jip genoemd. Ongeveer 3 jaar na Jip is mijn zusje geboren, is Annie Stelman. Die is nog zangeres geweest in verschillende orkesten in Nederland. Iedereen maakte zijn eigen stuk straat, boende die af. Hè? En dat was aan het wassen, man, een wassen, want Jezus Christus, al voordat ze een dag of 2 dagen een raam vergeten hadden, weet je wel, of dat de gordijnen niet helemaal wit waren. Nou, dan hadden de buren daarna wat te zeggen, kijk eens eventjes, moet je zien hoe het eruit ziet. Weet je wel, de taaltjespraak is er ook nog een keer. Nou ja, dan sliepen we dus in de voorkamer en daar sliep mijn oudste broer in. En ik sliep met Otto in een ander bed. En mijn jongste broertje die sliep dus nog toen nog met mijn moeder in de alkoof. En je vader? Die was weg al. Die was weg op de leeftijd dat ik had, denk ik, 12, 13 jaar was mijn vader weg. Tussen mijn vader en moeder was het altijd een wrijving. Ja. Op een gegeven moment heeft hij een ongeluk gehad, die vader, op de boot. En dat betekende dat hij niet meer met het schip kon varen. Hij had iets aan zijn been opgelopen. Dat betekende dat hij eigenlijk op een gegeven moment thuis zat. Hij zat helemaal niet thuis.